Zo mooi. Pieter voor Ilse. Oh. Kom in. Ik krijg hier een vraag van ene Wouter. Welk dier heeft de meeste tanden? Tanden? Hele goede vraag. Die ga ik zo meteen beantwoorden. Oké, nu. Welk dier heeft de meeste tanden? Goeie vraag. Ja, het zal jullie misschien helemaal niks verbazen, maar het dier in de Beekse Bergen met de meeste tanden is natuurlijk de Nijlkrokodil. Nou, en de Nijlkrokodil die heeft ongeveer 64 tot 68 tanden. Zijn er een ietsje minder dan alligator, hè? Die lijkt er natuurlijk op. Ze hun hele leven doorwisselen, want ze gebruiken die tanden natuurlijk om hun prooi mee te vangen. En daardoor breekt er nog wel eens eentje af en dan groeit hij ook gewoon weer opnieuw aan. Handig. Laten we eens even gaan kijken bij een echte Nijlkrokodil. Nou, wat dus opvalt bij zo'n krokodillenschedel, hè, hier met mooi alle tanden erin, is dat je gaat tellen, dan heb je die vierde tand van onderen, dus je hebt hier 1, 2, 3 en dan 4. Die grote, die is en een stuk groter, maar er zit aan de bovenkant zit ook een uitsparing. En daarom zie je altijd dat zo'n krokodil zo'n tandje altijd zo naar boven heeft steken. En dat is gelijk ook een mooi verschil tussen een krokodil en een alligator. Tof. Ja, wat je bij een hoop zoogdieren ziet, is dat ze heel veel verschillende soorten tanden hebben. Hè? Allemaal met een eigen taak. Dus je hebt snijtanden, je hebt bijvoorbeeld knipkiezen, je hebt hoektanden. En bij krokodillen zit er ook wel iets verschil in de tanden, maar toch een stuk minder. Die zijn eigenlijk vooral geschikt om een prooi mee vast te grijpen. En dat is ook waarom een krokodil gaat rollen als hij een prooi vast heeft die niet in één hap naar binnen kan werken. Door te rollen scheurt hij stukken vlees van die prooi af die hij dan wel in één keer naar binnen kan werken. Heel slim. Ja, het dier in de Beekse Bergen met de meeste tanden is dus de krokodil. Maar ja, een krokodil is natuurlijk een reptiel en we hebben hier vooral heel erg veel zoogdieren. Dus laten we ook nog maar eens even gaan kijken welk zoogdier in de Beekse Bergen dan echt de meeste tanden heeft. Nou, en dan denk je dus misschien aan een roofdier, hè? Want die hebben natuurlijk hun tanden nodig om het prooi te grijpen. Dus dan denk je misschien aan leeuwen, maar dat is hem niet. Honden, hè, zoals de Afrikaanse wilde hond, maar bijvoorbeeld ook hondachtigen zoals de steppenvossen. Ja, die hebben al flink veel tanden en kiezen met maar liefst 42 tanden en kiezen in totaal. Maar de zoogdieren met de meeste tanden in de Beekse Bergen zijn geen roofdieren. Het zijn ook geen herkauwers, maar het zijn de paardachtigen. En om heel specifiek te zijn gaat het om de Przewalski paarden en de Grevy zebra's. Daarvan hebben de merries, dus de dames, die hebben 42 tanden. En dat zijn er evenveel als de Afrikaanse wilde honden. Maar ze staan toch op plekje nummer 2, net na die krokodillen. Want de hengsten, dus de mannen, die hebben namelijk nog 2 tanden extra. En zo komen zij uit op 44 tanden en kiezen. Het lijkt net alsof die zebra's en die Przewalski paarden eigenlijk maar een heel klein bekje hebben. Dus ook maar weinig tanden. Maar daarvoor in de bekken, daar zitten die snijtanden waarmee ze het gras afsnijden. Maar de kiezen, die lopen helemaal tot achter in de kaak door. Dus die kan je ook zien malen als ze aan het eten zijn. Zo, het dier in de Beekse Bergen met de meeste tanden is dus de Nijlkrokodil. Gevolgd op een gedeelde tweede plaats, het Przewalski paard en de Grevy zebra. Nou, heb jij nou ook nog een goede vraag over dieren? Stuur hem dan in. En wie weet beantwoorden we jouw vraag volgende week. Dag!